Wat is het verschil tussen Polen en Marokkanen? Dit is de Universiteit van Nederland. Het was een herfstige donderdagmiddag dat mijn vader ergens eind jaren 60, 69, 70 thuis kwam. En mijn vader kwam altijd achterom thuis. We hadden een vrijstaand huis met een tuin met een wel heel merkwaardige gast, namelijk Olsje. Olsje hadden wij toen nog nooit gezien. En Olsje was een Turkse gastarbeider die in een belendend dorp in de betonindustrie werkte. Waar mijn vader Olsje is tegengekomen, en we zien hem hier op de foto tussen links twee zussen van mij, rechts een broer, nog een zus. Ja, die puber daar in het midden die het allemaal niet zo interesseert, dat ben ik. Mijn vader was Olsje ergens tegengekomen en aan de praat geraakt. En op een of andere manier hadden ze een deal gesloten. Mijn vader, hij was zelf leraar Duits, zou Olsje Nederlands gaan leren. Want Olsje sprak bijzonder gebrekkig Nederlands, zoals de meeste gastarbeiders in die tijd. En sinds die donderdagmiddag kwam Olsje heel trouw iedere week naar ons huis om 2 uur lang met mijn vader in het studeerkamertje Nederlands te leren. Wij vonden dat heel bijzonder, iemand uit Turkije, hadden we natuurlijk nog nooit iemand gezien uit Turkije. En Olsje werd ook een beetje deel van ons gezin. En soms, zoals op deze foto, nodigden wij hem uit als we op zondag in de Peel gingen wandelen. Dat is een natuurgebied vlakbij het dorp waar wij woonden. Hoe het met Olsje verder is gegaan, dat weet ik jammer genoeg niet meer. Dat had ik hier natuurlijk heel graag verteld. Maar op een gegeven moment is mijn vader opgehouden met die Nederlandse les. Misschien is Olsje wel teruggegaan naar Turkije. Misschien woont hij nog in Nederland. Misschien ziet hij dit filmpje en krijg ik wel een e-mail van hem. Wie zal het zeggen? De vraag die zich hier eigenlijk voordoet is, waarom kwamen er eigenlijk gastarbeiders naar Nederland? Want als we even iets breder naar die Nederlandse geschiedenis van na de oorlog kijken, is dat helemaal niet zo logisch. Want hoe zag Nederland er na de oorlog uit? Iets van 10 miljoen inwoners, aardig kapotgeschoten bepaalde delen van het land, zeker het stuk waar ik vandaan kwam. En een overtuiging van de regering dat Nederland vol was. Nou, dat hebben we wel eens vaker gehoord, maar zeker na de oorlog vond men Nederland eigenlijk overbevolkt. En had de regering zette ook een beleid op om mensen maar te laten emigreren. Er was een hele actieve emigratiecampagne met bussen die in alle dorpen kwamen om mensen maar informatie te geven dat men over zee ging. Naar Amerika, Canada, maar met name ook Australië, Nieuw-Zeeland. Dus waarom dan tegelijkertijd mensen naar Nederland halen? Waarom dan gastarbeiders gaan werven? Nou, dat had te maken met het feit dat die economie van Europa, van Nederland, vanaf het begin van de jaren 50 enorm ging groeien. En heel erg lang bleef groeien. De Fransen hebben daar een prachtig woord voor, les 30 glorieuze, de 30 glorieuze jaren van onafgebroken economische groei, waarin de bomen tot in de hemel groeiden. Door die groei waren er heel veel bedrijven die heel moeilijk op een gegeven moment aan arbeid kwamen, met name laaggeschoolde arbeid. Want er was nog iets wat gebeurde na de oorlog in veel West-Europese landen. Mensen werden steeds beter geschoold. En steeds meer mensen gingen naar hogere vormen van middelbaar onderwijs. Ja, en dan ga je niet in de steenfabriek werken of bij een scheepswerf of in de textiel in Twente. En daar kwam men dus handen tekort, al vanaf het midden van de jaren 50. Dus werkgevers die gingen toen aandringen bij de regering van het mag wel zo zijn dat Nederland vol is, maar wij zitten hier te springen om arbeid. En eerst dachten ze nog even, nou dan halen we die toch weer uit Duitsland, net als vroeger. Maar ja, Duitsland had met exact hetzelfde probleem te kampen. Dus dat zette geen zoden aan de dijk. Toen, de regering was zeer terughoudend. De vakbonden waren nog terughoudender. Maar de werkgevers hadden een stevige lobby. En al heel snel werd er naar Zuid-Europa gekeken. Met name naar Italië, naar Spanje, maar ook naar Griekenland en zelfs naar Joegoslavië. Dus daar kwamen de eerste gastarbeiders aan het einde van de jaren 50 van naar Nederland. En niet alleen naar Nederland, ook naar Duitsland, naar België en deels naar Frankrijk. Er was ook een soort onderlinge concurrentie om maar zoveel mogelijk van die gastarbeiders naar je eigen land te lokken. Zuid-Europa was niet voldoende, dus al heel snel breidde die werving, want bedrijven gingen echt naar die landen toe om mensen daar te werven,
op. En dan werd men vooral, was men geïnteresseerd in mensen die analfabeet waren, laag geschoolden, want het was toch maar domwerk wat ze moesten doen. Ging men ook al heel gauw naar Marokko en naar Turkije, waar onze Olsje vandaan kwam. Het interessante is dat de sfeer in de jaren 60, en dat laat dat verhaal van Olsje ook wel zien, dat die eigenlijk heel erg relatief goed was. Zowel van de kant van de Nederlanders, die ook wel geïnteresseerd waren in die vreemdelingen uit verre landen, maar ook de gastarbeiders zelf. Dat waren niet slachtoffers die hier de vieze baantjes moesten doen. Dat waren jonge mannen met ook wel zin in avontuur. Nou, dat zie je bij deze foto, zie je dat eigenlijk heel erg mooi. Dit is een foto genomen rond 1970 bij een gezin in Den Bosch, waar Marokkaanse gastarbeiders, die er toch bepaald vlot uitzien, zeker voor die tijd. En in het midden, dat was een gastarbeider die heel vaak werd aangezien voor Omar Sharif. Dat was toen een hele bekende acteur en een womanizer. En die werd heel vaak op straat, aangesproken daarop. Hier zie je dus Marokkaanse gastarbeiders in het hart van Nederlandse gezinnen. En hier zijn heel veel van dat soort foto's. Eigenlijk foto's die we ons later niet goed meer kunnen voorstellen, toen eigenlijk het hele beeld over Turk en Marokkanen sterk is veranderd in de loop van de jaren 70 en 80. Want er komt ook een omslag. En die omslag die komt in het begin van de jaren 70 als die trente glorieuze, als die eigenlijk afgelopen zijn, als het feest voorbij is. Dat begint met wat we toen noemden de oliecrisis. En dat was eigenlijk het begin van een hele lange recessie die tot in het begin van de jaren 90 zou voortduren. Nou zou je eigenlijk verwachten, zoals ook in de Gouden Eeuw, als het economisch slechter gaat, nou ja, dan gaan die mensen weer weg, of in ieder geval komen er niet meer. Maar dat is nou precies wat er niet gebeurde in de jaren 70. Sterker nog, het omgekeerde gebeurde. Die gastarbeiders gingen niet weg, en zeker niet de Turken en Marokkanen, maar die lieten op dat moment hun gezinnen overkomen. Achteraf gezien zou je kunnen zeggen, eigenlijk op een heel beroerd moment als je dan het integratieproces moet beginnen. Waarom was dat eigenlijk zo? Is dat omdat links-Nederland zei van jongens, kom maar en wij zorgen wel voor jullie, een soort derde wereldmentaliteit, van dat je de derde wereld wil helpen? Dat is wel beweerd, hè, dat de linkse kerk, zoals wel werd gezegd, de grenzen wagenwijd opengezet zou hebben in de jaren 70. Kijken we naar de historische bronnen, dan is dat niet het geval. Er gebeurde iets heel anders. Om dat te begrijpen, moeten we even terug naar het begin van die werving van die gastarbeiders. Want wat gebeurde er rond 1960? Toen was er om te beginnen zijn eigenlijk drie factoren die ertoe doen. De eerste factor heeft te maken met het roulatiestelsel. Aanvankelijk wilde het ministerie van Justitie, maar ook de regering, dat gastarbeiders hier maar 2 jaar mochten werken. Was je hier 2 jaar geweest, dan moest je weer terug en dan mocht iemand anders komen. Ja, werkgevers zagen daar eigenlijk niet zoveel in, want tegen de tijd dat je Ahmed had ingewerkt, dan kon je weer opnieuw beginnen met Ali. En bovendien, de Duitsers deden dat ook niet. Dus dat was ook helemaal geen slim economisch beleid. Dus de werkgevers, en die schakelden dan de VVD in de Tweede Kamer, die hebben grote druk uitgeoefend dat er geen roulatiestelsel zou komen. En dat is dan ook nooit ingevoerd. Het gevolg was dat gastarbeiders jaar in, jaar uit konden blijven werken in Nederland. En er was volop werk in de jaren 60 en ook nog in de jaren 70. Maar na de oorlog was er wel iets veranderd in Nederland. Er was een verzorgingsstaat tot stand gekomen, wat betekende dat al die gastarbeiders ook allemaal netjes premies betaalden. Kortom, ook allerlei rechten opbouwden. Niet alleen sociale rechten, maar ook juridische rechten. Dus kortom, als hier een gastarbeider 7, 8 jaar had gewerkt, dan was het helemaal niet meer zo makkelijk om iemand te zeggen van nou gaat u maar weer als je bijvoorbeeld geen werk meer had. Maar goed, die beslissing, daar merkten we eigenlijk in het begin helemaal niks van. Maar dat was wel een belangrijke factor die later zou worden geactiveerd. Samen met een tweede factor, en dat was dat de christelijke partijen erop aandrongen dat in principe gastarbeiders toch wel recht op gezinsleven hadden. Dus als een vrouw naar Nederland wilde komen of een verloofde, dan konden we dat toch niet tegenhouden. Er was een heel debat rond 1960 over Spaanse vrouwen die zich in Roosendaal aan de grens melden, werden tegengehouden. Nou, de wereld was te klein in de Tweede Kamer, de katholieke volkspartij later opgegaan in het CDA, stond boven op de bank om te zeggen, dit was toch schandalig, hè? Hoe kon je mensen het gezinsleven ontzeggen? Dus kortom, rond 1960 werd ook al gezegd, in principe mag dat.
Niemand maakte daar, of heel weinig gastarbeiders maakten daar gebruik van. Maar het principe was daar. Nou, die twee factoren, die werden eigenlijk gedetoneerd, zou je kunnen zeggen. Die werden geactiveerd in 1974, toen de recessie aanbrak. Want toen zei het enige en eerste linkse kabinet van Nederland, het kabinet Den Uyl, zei, jongens, de grens gaat dicht en we houden op met werven. En dat had een volkomen averechts effect. Dat was het signaal dat veel gastarbeiders realiseerden, ja, als wij nu weggaan, dan komen we er gewoon nooit meer in. En alle rechten die we hebben opgebouwd, ja, die gaan op in die verdampen waar we bij staan. Dus die mededeling, de grenzen gaan dicht, had precies het tegenovergestelde effect. Namelijk dat de mensen bleven en op dat moment gebruik gingen maken van het recht om hun gezinnen naar Nederland te laten komen. Achteraf is er geen slechtere timing mogelijk denkbaar geweest, omdat dat het begin was van een hele lange periode van economische neergang. En toen moest het integratieproces beginnen. Dat viel dan ook nog eens een keer samen met de komst van bijna 100.000 mensen uit Suriname. Suriname, dat een kolonie die in 1975 onafhankelijk werd. En heel veel Surinamers vertrouwden het daar niet en kwamen maar te gebruik van hun recht om naar Nederland te komen. Nou, dat leidde tot nogal wat protesten en ook tot de eerste anti-immigratiepartijen, zoals de Nederlandse Volksunie, ook op dit moment nog actief, onder leiding van Joop Glimmerveen, die in dit pamflet pleit voor een blank Nederland. En wat staat er in dat pamflet? Want dat kunt u natuurlijk niet lezen, maar ik heb het voor u gelezen. Joop den Uyl, dat was toen de Mark Rutte van Nederland, de leider van de Partij van de Arbeid. Den Uyl wordt hier neergezet als een volksbedrieger. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor de immigratie op dat moment. Er wordt voorspeld dat die immigratie zal leiden tot bloedige rassenoorlogen in de Nederlandse steden, met name door die Surinamers. De immigranten krijgen de schuld van werkloosheid, van woningnood. Waar hebben we dat eerder gehoord? En de PvdA, ja, Joop Glimmerveen was niet te flauw, werd afgeschilderd als de doodsvijand van het volk. Van ons volk. Nu kunnen we achteraf constateren dat die massa-immigratie die plaatsvond aan het einde van de jaren 70 en het begin van de jaren 80, met name door de gezinshereniging van Turk en Marokkanen, dat dat weliswaar geen apocalyps is geworden zoals Joop Glimmerveen voorspelde, maar dat heeft natuurlijk wel voor heel veel sociale en culturele problemen gezorgd. Niet in de laatste plaats voor die immigranten zelf. Want nogmaals, ze kwamen wel op een heel beroerd moment. En bovendien waren die ouders van die kinderen die later hier opgroeiden in Nederland, die waren ook nog eens geselecteerd op laaggeschooldheid. Wij wilden het liefst analfabeten. Nou, dat hebben we allemaal niet zo bedoeld. Het zijn allemaal onbedoelde effecten. Maar dat is wel, als je wil begrijpen waarom het is vergaan met de gastarbeiders zoals het is vergaan, en ze vervolgens in het koffiehuis terecht zijn gekomen en hun heil hebben gezocht in de moskee, dan is dit wel het verhaal wat je moet begrijpen. Hoe zit het dan met die Oost-Europeanen op dit moment, denkt u wellicht? Nou, daarin gaan we daar hetzelfde mee meemaken? Gaan we dus komt er eenzelfde soort geschiedenis met de mensen uit Polen en Roemenië? Ik kan u zeggen nee, want de regels zijn inmiddels behoorlijk veranderd. Om twee redenen. Polen en Roemenen kunnen vrij in en uit. Er is geen straf op weggaan zoals bij de Marokkanen en Turken. En ten tweede hebben zij maar heel spaarzaam toegang tot onze sociale zekerheid. Je moet hier al heel lang en legaal werken, wil je enig recht krijgen op, laat ik zeggen, een werkloosheidsuitkering, en die is dan vaak ook niet erg lang en ook niet erg hoog. Kortom, de conclusie van dit college. Wat is het verschil tussen Polen en Marokkanen? Eigenlijk moeten we zeggen, wat is het verschil in het migratiemechanisme van Polen en Marokkanen? Nou, dat is dat we bij Marokkanen allerlei averechts effecten van beleid hebben gezien, die te maken hebben juist met het sluiten van de grenzen. En we bij de Polen en bij de Roemenen zien dat juist die open grenzen en maar zeer beperkte toegang tot onze sociale zekerheid een heel ander migratiepatroon laat zien. Een migratiepatroon wat veel meer is afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. Goed, er kwamen niet alleen gastarbeiders naar Nederland in de jaren 60 en 70. Er kwamen ook heel veel vluchtelingen. Hoe gingen we daar eigenlijk mee om in het verleden?
Dat vertel ik u in het volgende college.